we zoals je aan de titel kunnen zien, één dag vasten. Het is vandaag ook echt super warm. Vraag je af, waar gaan ze naartoe? Ah, jongens, we hebben hem. Oh, hij is daar. Hij is bij vermoord te bedenken. Wat is dit? Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie de Kamp. Vandaag gaan we... Daar was het inderdaad. Maar vandaag gaan we, zoals jullie aan de titel kunnen zien, één dag vasten. Eén dag meedoen aan de Ramadan betekent dat dus voor degenen die het niet helemaal goed begrijpen. Oh ja, hallo. Oké, daar bevindt zich een probleem met de televisie. Oké, maar in ieder geval, wij hebben best wel de vraag ook gekregen of we de keer kunnen gaan vasten. En volgens mij als deze video online komt is de Ramadan bijna afgelopen. Maar goed, dat maakt niet uit. Op dit moment is dat ook wel zo. Voor degenen die ons nog niet zo heel lang volgen en zich afvragen waarom wij niet meedoen aan de Ramadan, ondanks dat we wel Turks zijn, dat komt omdat wij... Ja, we zijn Alevi. Alevi. En dat is eigenlijk een iets andere stroming, zeg maar. Ja, je kan best veel erover vertellen als je wat wil weten van wat is Alevitisme. Zoek het even op Google. Zoek het maar even op, maar kort, lang verhaal kort te maken. Ja. Maar goed, vandaag wij dus wel in Dubai. En dan moet je even beseffen dat het hier tegen de 40 graden is overdag. Volop zon, echt. Er is geen wolkje hier aan de lucht. En vandaag moeten wij ook gewoon de deur uit. We hebben 3 kinderen. Dus het is nou niet zo dat we de hele dag lekker binnen in een airco-huis gaan zitten. Maar vandaag niet de hele dag aan de zwembad zitten of zo. Nee, ervaren als een local people hier, zeg maar de mensen die hier ook in deze hitte aan het vasten zijn, gaan wij vandaag dus ook ervaren. Even kort samengevat wat er nou precies gebeurt tijdens de Ramadan. Tijdens de Ramadan mag je tussen zonsopkomst en zonsondergang niets eten, niets drinken, niet roken. Het wordt dus vasten genoemd. En in Dubai is de zon opgegaan om 4 uur 21 vanmorgen, dus 4:45 ochtends. Vanaf dat moment mocht er niet meer gegeten en gedronken worden. En vanavond om 6 uur 47, dus om 6:45 ongeveer, mag er weer gegeten en gedronken worden. Nou gaan mensen vaak wel in de nacht opstaan om nog te eten en drinken voor zonsopgang. Wij hebben dat niet gedaan en dat komt omdat wij hier een appartement leven. En als ik hier een wekker opzet, Mia slaapt dus ons. Mia wordt gegarandeerd wakker. We hebben vannacht, volgens mij gingen wij rond 2 uur slapen. Uiteindelijk hebben wij nog wel wat gegeten en gedronken. Dus goed, het probleem, want wij hebben dus inderdaad gegeten en gedronken. Alleen er zijn wat andere gasten in huis. Die hebben besloten dat wij wat restjes hebben overgelaten die zij wel konden opeten. Wij hebben namelijk mierenoverlast in ons appartement. Kijk, hier zie je er een paar lopen. En je denkt... Optillen? Ja, oké. Zijn we er klaar voor? Hier, misschien... Ja! Misschien denk ik het valt nu! Maar het wordt nog erger. Ze hebben een heel spoor gemaakt. Kijk, hier gaan ze allemaal naar boven toe. Oh. En dan vraag je af, waar gaan ze naartoe? Oh, die had ik nog niet gezien. Niet doen, niet doen, niet doen! Oh. Oké, ik ben weg hier. Oké. Zoek het uit. Ik ben buiten vandaag. Ik ben niet meer in dit huis vandaag klaar. Nee, dat was een grapje. Maar mocht je afvragen, dat hebben gemist. Ze hebben hier dus in de tuin wat gaten gedicht waar dus allemaal mierenhopen zaten. Die mieren hebben uiteindelijk een weg gevonden om de huizen binnen te komen. En nu hebben wij dus een flink mierenoverlast in ons appartement. En wij hebben voor de jongens net een heerlijk ontbijt gemaakt. Het is alweer bijna op. Want zij vasten natuurlijk niet mee. Maar ik moet zeggen dat we allebei af en toe een beetje hebben. Oh ja, goed opletten. Want wij zijn heel erg geneigd om even... Als ik zeg maar iets vul, dan pak die laatste beetje en gooi ik hem achterover. Ja. Ik ben buiten aangekomen. Ik geef mijn tas even aan Esther. We gaan vandaag weer op pad. Ja, het voelt echt warm. Het is vandaag ook echt super warm. Maar goed, we gaan vandaag op pad weer met Zee. Die hebben jullie vorige keer gezien ook bij onze vorige video. Oké, we zijn op de snelweg. We zijn weer onderweg. Want we doen hier ook een paar zakelijke dingen met hem samen. Dus we zijn onderweg weer naar een afspraak. Maar zij doet het zelf ook Ramadan, maar hij weet niet dat wij het ook vandaag doen, dus ik ga het ook gelijk vertellen. We are doing today for one day Ramadan. It is gonna be my pleasure to invite you and spend my Ramadan with you and your family. Thank you. Kijk, dat bedoel ik. Mensen vinden het ook gewoon echt leuk en omdat we gewoon ook met hem op pad gaan. Oké, we hebben net even een meeting gehad en nu zijn we weer even in een huis die we aan het bezichtigen zijn. Ik moet zeggen, nu we eigenlijk even een beetje bezig zijn, ben je wel minder met... Als blijf je dan denken, dan gaan we wat moeilijker denken. Ja, dus tot nu toe gaat het wel goed, ondanks we wel echt veel op buiten zijn in de hitte en zo. Dus gaat tot nu toe goed. Gelukkig wel. Even een stukje verder, de jongens zijn hier lekker met sportapparaten bezig. Ze hebben dus net ook heel de tijd hier gespeeld in de zon. Het is best wel warm en inderdaad nu een verfrissend koud drankje. Maar wie bedenkt ook om nu gewoon even lange broeken zo aan te doen? Jij? Ja, maar we zouden naar kantoor toe gaan, maar dit is ook niet jij? Ja, heb je? Je kan wel, dat kan wel. Ja, dat is echt... Maar ik moet je zeggen, zo in de warme zon, ook al staan we onder een schaduwdoek,
Het wordt nu wat lastiger hier. De zweetdruppels komen er al vanaf inderdaad. Oké, we zijn weg. We lopen richting de auto bij Edi, wat heerlijk is. Dan ga je heel veel staan. Wat echt goed komt nu in deze hitte, terwijl je eigenlijk ook dorst begint te krijgen, ja, is een windje. Oh, ik ga hier heel veel staan. Dit is zo lekker. We zijn aangekomen bij onze volgende bestemming. Onze volgende afspraak. We zijn hier zo inderdaad weer een meeting. We zitten hier, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ze hebben hier water neergelegd. Ik begin dorst te krijgen. Ik heb een hele droge tong. We zijn ook heel veel aan het praten. We zijn heel veel aan het praten en zo. Ik praat ook te veel. Dat is wel. Want we hebben wel ook echt gedacht dat we eigenlijk net als iemand hier ook echt werkt en woont. Dus ja, jij hebt lange kleren aan, net zoals de mensen hier. Ja. Maar meetings, je loopt, je gaat van onderheen. Je praat ook zoveel hier. Ja. Ah, jongen. Wow. Ik heb kippenvel van hier in Tokio. Oh, wacht even. Ik was bezig met wat bieren weer wegzuigen. Ik ben bezig daarachter. Zie ik opeens zo'n salamander op iets. Hij is wel eens helemaal wit. Oké, daar gaan we. Waar is die? Daar gaan we. Dit is het moment. Dit is het moment. Misschien zit hij op de stofzuiger. En niet beginnen. Ik schrok me dood. Yes. Oké, even dat ding uit. Oké, kom. Hoe doe je het waarom ben je bang voor een salamander? Ja? Oké. Hij is precies hierachter. Let op. Nee, we zien hem nu niet. Nee, nee. Kijk eens daaronder. Oh my god. Waar? Mieren. Superveel. Mieren, hè? Ja. Oh. Maar waar is hij? Oké, ik weet niet of hij op beeld was. Nee, klaar. Oké, ik weet niet of we dat op beeld hadden. Hij ging op de muur. Oké, we gaan gewoon doen. Ja, weet ik veel. Ik niet, jij niet. Ik ga de security bij halen. Ja, bel maar op. Bel beveiliging. Hij is daar. Nee. Hij is daar. Hey, oké, rustig. Stop. Stop. Hij beweegt zich ook niet. Daar. Oh, hij is snel. Hij is super snel. Wow, kijk, hier zit hij. Hij gaat in iemands schoen zo meteen. In wie zijn schoen komt hij straks terecht? Oké, hij zit ergens daaronder. Sarah gaat weg, want hij gaat hulp halen. Oh, echt, dit is ook echt heel erg veranderd. Maar ik ben ook echt benieuwd, wat zou de oplossing moeten zijn? Wat zou je moeten doen? Zou je een huis moeten naar het... Nou? En dan zit hij aan redden. En dan ga je de beker vangen. En twee beker. Ja, maar hij is echt heel snel. Okay, er is iemand bijgekomen. Hier zit. Oh, geeft hij maar even mijn jas. Oké, die man die kijkt en die zegt gewoon ah. Oké, here you go. Schil, wat gaat hij doen? Gaat hij slaan? Oké, wat gaat hij doen? Wat? Oh. Ah, hij heeft het onder. Hij slaat er gewoon volop op. Dat je killed hem. Ja. Ik was hier nog niet klaar voor. Hij vermoordt hem in één keer. Wat is dit? Hij slaat toch gewoon in één keer dood. Ik denk op een normale manier naar buiten gooien. Hij trapt er gewoon in één keer op. Ik zeg letterlijk nog tegen hem. Heb je iets om hem te vangen om weg te gooien hier verderop? Ik kom je wel helpen. Nou, Tarzan heeft hem vermoord. Ah, hij kijkt letterlijk achter mij. Ja, geef die aan mij. Jezus. Eén keer. Oplops. Oh my god. Yeah. Staat er tegen ons. Huh? Wacht. Dat is die staartverhaal. Dat is de staart. Kijk. De staart beweegt wel gewoon. Mama. Tissues? Ja, we hebben tissues, mama. Oké, we zijn echt in shock gewoon. We weten gewoon niet wat we moeten zeggen. Maar we hebben ook niets gegeven, ons lichaam is helemaal niet. Ja, maar we zitten hier gewoon rustig te kijken. Paniek, hoe gaat hij vangen? Al die kinderen zien gewoon lijf hoe die man zo'n ding pakt. Bam! En dat, ja, dat was het verhaal van de salamander. Zo doen ze dat dus. Ik vroeg net ook, ja, hoe zouden ze dat hier oplossen? Maar hoe is de staart eigenlijk losgekomen? Nou, volgens mij, toen wij op zijn feestje iets hadden, toen zei ze dat als de staart wordt afgebeten in het wild, dan leeft hij nog. En daarna zou hij weer moeten aangroeien. Tenzij je net bent platgestagen met de stofzuiger, zo, ja, dan leef je niet meer. Dan kan er niks meer iets aangroeien. Is dat gewoon wat er net gebeurd was? Nee, eigenlijk. En dan op zo'n mooie dag als vandaag. Ik buiten gooien. Onze keuken. Heb je zo'n keukenprinsesje staat op de keuken? Oh, dat heb ik nu ook. Ik kom af en toe gewoon niet aan mijn woorden, maar goed. Ze is aan het koken en Esther die kookt, die proeft ook altijd. Maar dat kan gewoon nu niet. Ze had het ook zo, Robin. Ik was er nu dat, want ik ga koken voor de kids. Ja. Maar ik mag dus niet proeven of de zout genoeg is en zo. En, dus, nou ja.
Ik hoop dat ze mogen eten, ze mogen blij zijn. Ze krijgen eten, wij niet. Hey, ik loop naar onze mooie achtertuin. En dan zitten mijn kids hier al. Ze zijn al lekker aan het eten. Want hun inventaris is geopend. Jongens, eet smakelijk nogmaals. En dan is het aan ons nog even wachten. Tot... Hoe lang hebben we nog? Anderhalf uur. Anderhalf uur. Warm is het enige waar ik echt, want dit is, kijk hoe koud het is. Je ziet zeg maar dat het zo koud is. Oh, dat is echt het enige waar ik echt... Dat heb ik dus precies hetzelfde. Ik heb, mijn trek is gewoon weg, ja. Maar ik heb zo een zin in ijskoud. Ja, ijskoud, lekker drankje. Ijskoud water, maar goed. Nog even wachten en dan mogen wij ook. Oh, de Mia's handshake. Oh ja, wacht, hoe ging okay, Mia's zo. Handshake? Wacht, Mia's handshake. Oké, okay, zo. 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 Ja, en dan? Kijk, kijk. Oh, ja? Nee, ja? Hij deed hem al, ja. Yeah. Oh, Ilai. Ilai, ja, ja. Ik wacht tot je nu wel eten. Nee, we gaan niet als een hondje eten. Oh, hij doet het tegelijkertijd met ons. Hey! Kom, Mimi. Esra, zou ik je één ding zeggen? Je eten is geslaagd. Hij likt het gewoon schoon. Okay, we zitten onderaan in de auto met onze vriend. En, het is donker. Het is donker. Het is eetstijd. We mogen eindelijk gaan eten. Maar de grap is... Wacht, ik ga naar buiten toe en dan ga ik je vertellen wat de grap is. De grap is, er was nergens een goede parkeerplaats om gewoon normaal te kunnen lopen. Wat we hebben gedaan, is we doen alsof we hier gaan eten. Die hebben gewoon een private parking. Dus iemand neemt nu de auto mee. Maar we gaan niet hier eten. We gaan aan de overkant eten. Hij is niet normaal. En de grap is, als je hier niet eet, krijg je gewoon een boete. Maar hij zegt, ik heb zoveel trek, ik wil eten. Dus ik pak me gewoon de boete. Hij is niet goed. Gaan ze over... Oh, het is goed. Kom maar jongens. Gaan ze oversteken. We zijn nu in downtown Dubai, dus eigenlijk het centrum. De Burj Khalifa. Hierachter ergens. Maar goed, we zijn hier ook helemaal weer tussen een hoop andere hooggebouwen. Zo mooi hier. Zo. Ja, het geeft wel echt een leuk sfeertje hier zo. Grappig, weet je, hij vertelde ons net, als je hier door het rode stoplicht heen loopt als voetganger, want het duurt echt super lang, en je wordt gepakt, de boete is €800. Dus je denkt hier echt wel twee keer na, niet dat we het snel doen. Ja, iemand die reed met zijn stepje wel even gewoon vol door het rode licht heen, hè? Oké, we zijn aangekomen in de restaurant. Er zitten al wat dingetjes op tafel. Er stond al klaar. Dit is vanwege de Yves ja. Altijd. Dus we gaan ook letterlijk Yves Tan maaltijd doen. Want we mogen even iets donker, moet je het vaste verbreken met een dadel. Met een dadeltje, dus ja. Ik pak er ook eentje. Hij heeft hem al opgegeten hier zo. Esra, heel eerlijk, waar heb jij nu echt trek in? Ik heb niet eens, echt nu dat nu ik dit zie, wow, aanvallen. Nee hè, totaal niet. Ik heb het ook niet. Iets minder, maar net was het echt warm. Dan heb je echt worst, maar hier is het best wel koud. En moet zeggen, ik heb serieus, het enige waar ik zin in heb is gewoon ijskoud water. Oh, en dit, ja, ik weet niet, mijn honger is het gewoon goed. Ik denk ik wil een hele fles op. Nee. Een paar hapjes is goed. Het is gewoon goed gaan. Dus maar, eigenlijk, ja. Wat we pas gezegd hebben, nou. Toen hebben we echt dipjes gehad. Ja, behoorlijk. Ik heb respect voor iedereen die dit ook. Ik kreeg echt een chagrijnige nog mensen, wat zei je, sorry? Ja, maar, iedereen die dit elke keer 30 dagen doet. Ja, maar echt respect. Voor mensen die dit gewoon doen, wordt er zoveel respect voor. Maar goed, dan is nu even tijd om lekker te gaan eten. Oké, volgende drankje, Ayran. Heb je gedronken? Oké, hij vond het niet lekker, nee, Danny. Ik heb gedronken, dus dingen zitten op het drinken. Ja, ja, ja. Oké, kijk. Hij gaat drinken. Wat gaat Bibi hiervan vinden? Ik ga degene die zich afvragen wat het is. Het is een soort yoghurt, karnemelk met zout. Lekker. Ja, nee, het is lekker. Drink eens. Oh, heerlijk. Oh, drink dan. Lekker. Ja, lekker. Lekker. You like it? Ja? Kijk zijn gezicht. Ik ga stuk. Kijk zijn gezicht. Kijk eens milkshake. Ja. Wil je meer? Maar ik voel best wel zout. Wil je meer? Nog meer? Oh, hier heb ik op gewacht, jongens en meiden. Kijk, dit is zo lekker. En kijk wat er achter nog weer komt. Oh. Oké, okay, we zijn weer aangekomen waar we dus zijn begonnen. We hebben een auto hier achtergelaten. En nu is de vraag, gaan we de auto krijgen of niet? Hij zegt letterlijk, het eten hier is goed, hè? Zeg, ja, die was gewoon ja. Hij kijk lachen. Ik weet gewoon niks, want hij pakt alleen die auto. Ja. Dus die weet het niet. Oh, de food. Ja, de food. Was really good. Ja. So, yeah.
Hij is echt erg. Maar goed, dus een tip voor jullie als je geen parkeerplekken vindt. Zeg gewoon, ja, we hebben hier gereserveerd en ze parkeren de auto hier midden in het centrum. Maar de grap is ook, we liepen daarheen, maar hij zei, we zitten altijd vol, je moet een tafel reserveren. Dus hij vroeg van, kan ik een tafel krijgen? Nee, ja, je hebt ons zelf weggestuurd. Dus ja. In ieder geval, hier gaan we het ook bij laten. Wij gaan naar huis en de video afsluiten. Wil je bedanken voor het kijken naar deze video? Dan zeggen we abonneer en tot de volgende keer. Doei!